23 bestuursambtenaren van de districtscommissariaten Paramaribo Noordoost en Wanica Noordoost hebben vanmorgen hun certificaat controle vergunningsvoorwaarden veerbootdiensten voor bestuursambtenaren ontvangen. De training heeft een maand geduurd en is verzorgd door de Maritieme Autoriteit Suriname MAS. De taken van de MAS zijn het keuren en controle uitoefenen op kleine veerboten. Michel Amavo, directeur van de MAS, zegt dat de commissariaten hun medewerking hebben toegezegd om de MAS te helpen waar nodig. De mensen zijn getraind en ze weten waarop ze moeten letten. Als ze iets hebben opgemerkt, kunnen zij het doorgeven aan de MAS, zegt Amavo. Het wordt direct opgepakt. En vandaar dat we dus ook hebben gevraagd dat men het bewijsmateriaal dus verzamelt, als je wat foto's kan maken. En dan krijgen we dat en wordt het direct opgetreden. Dan wordt zo'n boot uit de vaart gehaald. En in het uiterste geval, als het een recidivist is, dan zullen we de regering adviseren om die vergunning in te trekken van betrokkenen. Als men zich niet wil houden aan de regels. Want je brengt daardoor de mensenlevens in gevaar. En je zorgt eigenlijk ook voor een stukje onrust. En want dat is wat mensen niet begrijpen. Want je kan zeggen van het is mijn leven, het is inderdaad jouw leven. Maar wanneer die boot kapseist, dan wordt iedereen gebeld. Ambulance moet komen, MAS moet komen. Want dan is het, want we kunnen je niet daar laten. Begrijp je? Dus om dit soort van zaken te voorkomen, willen we dus eigenlijk ook een beroep doen op de veerboothouders. Om zich aan de regels te houden. En ook aan de passagiers. Want vaak genoeg is het ook dat de passagier die weigert om die reddingsvest aan te doen. Begrijpt u? Dus we willen dan van hieruit ook een beroep doen op de mensen. Maar omdat we weten dat men zich niet altijd aan de regels wil houden, hebben we dan toch een extra vangnet gecreëerd. Dat de bestuursambtenaren ons daarmee kunnen helpen met dit stukje werk. In deze fase zijn de medewerkers slechts bevoegd om te rapporteren. Er zijn verschillende maatregelen die getroffen worden indien mensen zich niet aan de regels houden, zegt directeur Amavo. Eigenlijk op de eerste plaats, het begint met een aanmaning om betrokkenen dus eigenlijk aan te manen, aan te spreken. Begrijpt u? Dat is dan die eerste fase. De volgende fase, 1 keer, 2 keer, 3 keer betrokkenen luisteren niet, dan komen we dan in die fase van dat we het betrokkenen uit de vaart halen. Ja, want we nemen het certificaat in beslag, het keuringscertificaat van de MAS nemen in beslag en je wordt voor een bepaalde periode uit de vaart gehaald. Oké, als het het geval is, bijvoorbeeld een gemachtigde, want dat gebeurt ook, dat die vergunninghouder een gemachtigde het vaartuig laat besturen, dan wordt die machtiging ook ingetrokken als betrokkenen dus zich niet houdt aan de voorwaarden. Toch? Dus dat zijn de stappen. En in het uiterste geval, dan kunnen we ook, als we een dossier hebben gevormd, dan sturen we het dossier door naar het Openbaar Ministerie, kan er een boete opgelegd worden. En ik wil alvast aangeven dat de boetes zijn niet laag. Vele mensen weten dat niet. Michel Amavo, directeur van de Maritieme Autoriteit Suriname. Hij sprak vanmorgen na de certificaatuitreiking aan 23 bestuursambtenaren.